Zo, goedemorgen. We gaan ook beginnen met onze Titan Experience toestand. En je wil het niet geloven, maar de manager is er als eerste. Het is werkelijk niet te geloven. André Wienen, kijk eens even, een dikke knijter van de auto. Hij heeft weggehaald en overgehouden, wij niet. Manager André Wienen! Goeiedag. We gaan eens even kijken wie er allemaal nog meer binnenkomt. Goed, hier gaat het om, hè. Hier moet gebeuren zaterdag 14 mei 2011. Je hoort André ja, natuurlijk op de achtergrond weer volop blaffen. Dag Wienie Producties. De ogen moet nog dicht zitten. Kijk, daar komt de volgende Titriaan al aan. Even kijken. Waar zit hij achter in de auto? Is een bulder veranderd in al die jaren? Daar is hij hoor! Hoe is een P? Hey, hey. Kijk, zo georganiseerd binnen we nou. Kijk. Eens kijken wie er nou aan komt. Hij is wakker. Kijk, deze man hebben wij jaren niet gezien. Van de Parre! Ja, iedereen schiet nu vol. Dit is een emotioneel moment, jongens. Ik ga hem naar jou toe. Ik heb hem officieel een handje gegeven. Ja. Hey, André. Wat komt daar zo onneuzelig hard aanjagen? Hey, en het is hoe laat is het? In een andere auto, of ligt er mee? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar. Ja, ik ben er van. Kijk eens, onze WAF. Hé, hey, te gek man. Kijk eens, nog een Titriaan. All the way from Koeven. Onze Richard. Mooi hè. Kijk eens, wat er gewoon gebracht. Een paar weken terug even nog een knieoperatie gehad. Wat er ook gebeurt. Schiet deur. Zo, en de laatste kon nog even binnen zijn op het laatste moment. Eigenlijk heel raar dat Chucky dan als laatste binnenkomt, want normaal is het altijd die persoon, die komt wel als laatste. Maar hij is er al, gelukkig, onze basser, onze sukker. Maar nu gewoon keihard 10 minuten later en je wil het gewoon niet geloven, maar de rommel is aangesloten en volle bak zitten, jongens! I'm
Even op de klakken kijken. Om 10 uur van man begon, echt een rock'n'roll team. Het is nu onderhand 1:30 en de man zit binnen onwijs aan de patat. En hebben wij zowaar het schitterende Casio-orgel waar we straks Liquido op last gaat laden. Alweer opgezocht. Dus ik ben zeer beneden of die nog... Ik heb hem werkelijk in 9 jaar of zo niet meer aangeraakt. Top, hè? We waren zijn binnenkijk met een man, dus we drak een patat deden, de Tetriaan. Te gek. Dag, Suggy. Dat is wel onderwets gewoon patat eten, hè? Nee, 10 jaar niet gedaan. 10 jaar geen patat, hè? Wanneer is het 10 jaar weer patat, hè? Ja, dat is gek, maar we drukken elkaar tegen uw beeldmateriaal voor ons. En daar komt je.